Welkom bij de allerlaatste review van Dutch Beer Geek in dit huis. Had ik je even. Nee, we gaan niet stoppen. Maar dit is de allerlaatste review hier in Alphen aan den Rijn, op dit adres. En ik dacht, we gaan afsluiten in stijl, althans lokaal. Battle of the Blancs. Twee brouwerijen hier uit de buurt. Met allebei een blond bier. En we gaan side-by-side doen en kijken wat er, wie de winnaar gaat zijn. Ik ben vandaag echt de hele dag bezig de laatste dingetjes aan het doen. Morgen komen de verhuizers. Dus dit is de allerlaatste review die ik opneem in dit huis. Tegen de tijd dat je deze review ziet, woon ik al lang en breed in Hattem waarschijnlijk. Gaat misschien een tijdje stil zijn rond de reviews, maar wat zei dan zo? Maar we gaan vandaag dus een review, een side-by-side review van Brouwerij de 12 Stuivers. Met hun Heren van Zwieten blond. Dit is een 6% blond bier. En we hebben een, even kijken, blond bier van Brouwerij Het Vuurtje, blond aan de limes, met mijn eigen foto, wat een leuk detail is. Ik ben niet bevooroordeeld wat dat betreft, maar dit is een, even kijken, hoeveel procent deze is, 6,5%, half procentje meer dus. Ik zal even lezen wat hierop staat. Blond aan de limes. Halfste blond gebrouwen met een Magnum en Cascade voor een fruitige smaak. De honing, biscuitmout en sinaasappelschil geven hem zijn eigen twist. Ingrediënten: water, gerstemout, hop, Magnum en Cascade, dus sinaasappelschil, koriander en gist. Houdbaarheid tot 0722. Gebrouwen bij Spierbeer door Brouwerij Het Vuurtje. Dat is deze. En hier staat echt een hele lading aan tekst op. Ik zal beginnen bij de ingrediënten. Water, gerstemout, hop, gist en korianderzaad. Ook gebrouwen bij Spierweer. Brouwerij 12 Stuivers uit Hazerswoude. Het vuurtje komt uit Alphen aan den Rijn. Het ridderlijke geslacht van Zwieten was een invloedrijke familie uit de 15e en 16e eeuw, woonachtig in een kasteel in Zoeterwoude. De familie bracht een aantal belangrijke personen voort, zoals de Schout van Leiden, een belangrijke geuzenleider in de 80-jarige oorlog. Heren van Zwieten is een soepel, makkelijk doordrinkbaar blond. Het gebruikte gist en korianderzaad geven het bier mooie fruitige accenten. Bewaar dit bier bij voorkeur koel en donker. Dit komt de smaak ten goede. Drink het bier bij een temperatuur van 6 tot 9 graden. Nou, mijn koelkast stond al uit, maar het is vandaag best wel koud eigenlijk. Dus ze hebben even, vandaag even buiten gestaan in plaats van in de koelkast. We gaan hem even openmaken. Is natuurlijk het geval dat als je gaat verhuizen, pak je alles in. Ook je fles openen, maar gelukkig heb ik altijd eentje aan mijn sleutelhanger zitten. We gaan hem gewoon even openmaken, ik ben heel benieuwd. Nog een klein detail, wat al een minpuntje is. Het vuurtje doet hem ietsje voller dan 12 Stuivers. Dus dat is al 1-0 voor het vuurtje. Sorry. Gaan we ze allebei even openmaken. Allebei een heel mooi klein stukje. En we beginnen met de Heren van Zwieten. Ik schenk hem niet helemaal in. We gaan zo even kijken wat er gebeurt als we het restanten ingieten. Nou, zo ziet deze dus uit. Kleine schuimkraag, vrij helder. Gaat waarschijnlijk nog wel veranderen als we de nagisting erin gooien. Zo ziet hij er dus uit. Deze is ook vrij helder. Echt geweldig schoon glas, mijn huis. Mooie witte schuimkraag. Allebei eigenlijk een beetje hetzelfde.
moet je eruit zien. Daar blijft de schuimkracht bij het vuurtje, blijft hij er net even wat beter op staan. We gaan even naar de neus en we beginnen bij de 12 stuipers. Ja, je ruikt zeker die, beetje die kruidigheid van die korianderzaad, komt hier heel mooi naar voren. Licht fruitig, heel fris. Typerend voor een blondbier. Nou, je ziet het. Deze schuimkraag is net even wat beter. Daar zat de korianderzaad net even wat meer in. Zeg ik dat goed? Misschien dat ik het nu door elkaar haal, maar... bla bla bla. Dan kijk ik even naar de ingrediënten. Ja. Dat was bij allebei zo. Daar zit de koriander echt meer in de neus. Deze is heel subtiel, heel laagdrempelig. Maar ruikt echt heerlijk. Deze is meer uitgesproken. Gaan we gewoon even proeven. Brouwerij de 12 stuivers en Brouwerij het vuurtje. Proost op deze laatste review uit Alphen aan de Rijn. Hopelijk in de toekomst gaan we uiteraard nog bieren reviewen uit Alphen aan de Rijn. Dat komt wel goed, denk ik. Proost. Oh, heel zacht in de mond. Heel mooi. Heel erg in balans. Alles wat erop staat op het flesje kom je ook wel tegen, maar heel subtiel. In de neus was die korianderzaad echt aanwezig. Bij het proeven proef je hem wel. Maar niet zo als in, aanwezig als in de neus. Brouwerij het vuurtje heeft net even wat meer koolzuur. Vind ik op het randje. Hij is zeker lekker hoor. Je proeft ook wel dat 0,5% meer. Proef je hier wel aan af. Deze drinkt echt ongelooflijk gemakkelijk weg. voor zijn 6%. Deze vuurtje heeft iets licht. Wat neigt naar een beetje dat alcoholische, wat ik vaak tegenkom in een trippel. Zit hier ook een heel, heel klein beetje in. Maar verder allebei heel erg mooi blond. Een beetje kruidig. Je proeft hier ook de sinaasappelschil in bij je brouwerij het vuurtje. Echt dat typische... gistprofiel wat je kent van een blond, proef je in beide, allebei. Als ik zo naar de glazen kijk, ga ik Brouwerij Vuurtje toch net even een puntje meer geven. De schuimkraag is gewoon net even wat beter. Als ik hem draai, krijg ik hem ook niet heel erg op bij 12 stuivers. Niet als het heel erg storend is, maar als we dan toch moeten gaan zeiken. Ja, allebei echt hele leuke blondbier. We gaan even kijken wat er gebeurt als we nog wat meer in het glas gooien. Is die niet zo kraakhelder meer? Wordt die een klein beetje troebeler? Vooral die vuurtje is net even troebeler. En meer lijkend op een blond. Maar dan moeten we natuurlijk een winnaar gaan kiezen. Ja. Het is heel lastig. Ze zitten heel dicht bij elkaar. Vuurtje is net even wat uitgesprokener. Deze is heel subtiel, heel laagdrempelig. Mooi die kruidigheid erin van die koriander, allebei trouwens. Vuurtje heeft ook een beetje die sinaasappelschil erin.
Die is weer net even iets meer koolzuur. Zuidkraag blijft er beter op staan. Ik vind het echt heel erg lastig. Ze liggen heel dicht bij elkaar. Maar als ik een winnaar moet kiezen, qua smaak, vind ik Brouwerij Vuurtje dan net even wat beter. Of je dat gaat terugzien in de score op hun tab. Ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik denk dat ze eigenlijk allebei hetzelfde cijfer gaan geven. De een zit net even erboven. Boven die van de 12 stuivers. Ik vind het mooi. Hij is net even wat troebeler. Schuimkracht blijft er net even beter op staan. Hij heeft, smaak is net even meer aanwezig. Deze vind ik subtieler. En ik hou, ja, uitgesproken vind ik, ja, vind ik net even wat lekkerder. Dus dat. Dit was hem eigenlijk weer voor de allerlaatste review uit Alphen aan den Rijn. Ja, de volgende keer misschien dat er nog eerst een updateje komt. Kanaal-updateje. Ik ga nog lekker van deze bieren genieten. Zo meteen lekker pizzaatje eten erbij. Laatste spullen nog even inpakken. En dan al morgen vroeg op en dan gaan we verhuizen. Brouwerij het Vuurtje en Brouwerij 12 Stuivers. Heel erg, ja, echt een hele toffe bieren allebei. En je gaat ze zeker terugzien op het kanaal. Ook bieren van Klerenbocht en Brouwerij aan de Werf gaan zeker nog langskomen. Ik heb al een lijntje lopen met Dini van Mout en Stout. Als er weer wat nieuws uitkomt, dat ik dan mijn kant opgestuurd krijg. Uiteraard hebben zij daar in de winkel heel veel mooie bieren staan uit de regio. Dus ja, ik blijf op de hoogte van de Alphense biersje. Wat leuk is. Dit was echt een 12 minuten lange review. Man, moet niet gek worden. Dit was hem eigenlijk weer voor deze review. Ik ga nog lekker genieten van deze bieren. En ik zou zeggen, proost. Tot in Hattem. Cheers.